De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Op dinsdag 27 september 2016 wordt een 42-jarige vrachtwagenchauffeur omstreeks kwart voor drie overvallen op de Heemstraweg in Beneden Leeuwen. De vrachtwagenchauffeur had die dag in de Rotterdamse haven een lading van 26.000 kilo bananenpuree opgehaald. Eindbestemming: Beneden hij rijdt die dinsdag 27 september via de A15, neemt de afrit Echtel-Linden-Leeuwen en gaat vervolgens de Prins-Willem-Alexanderbrug verder. Hij merkt dat er een auto voor hem probeert te stoppen. Ook op de rotonde waar hij linksaf slaat om op de Heemstra weg te komen in beneden Leeuwen wordt hij gehinderd door een grijze BMW. Vlak daarna, het is dan kwart voor drie, gaat het mis en wordt hij klemgereden. Er komt vervolgens nog een tweede auto bij en een aantal mannen wil de laadruimte van de vrachtwagen in. Ze zeggen dat er iets ligt wat van hen is. De vrachtwagenchauffeur heeft gezien dat ze een aantal grote sportassen vulden. Toen hij ze probeerde tegen te houden, is hij met de dood bedreigd. Mogelijk was er nog een derde voertuig bij de overval betrokken. Er bleek niet alleen bananenpulp in de vrachtwagen te liggen, maar ook een partij drugs. Na de overval is meteen alarm geslagen en is met politiewagens per heli en op het water een klopjacht gestart naar de daders. Even later zijn twee auto's teruggevonden. Die hadden de daders zo overhaast achtergelaten dat in een van de auto's nog een partij cocaïne lag met een waarde van 15 tot 20 miljoen euro. Dankzij het optreden van andere weggebruikers heeft de politie beelden van in ieder geval drie daders. Er waren vermoedelijk vijf overvallers. Ook is de grijze BMW op beeld vastgelegd, die bleek op de avond ervoor in Rotterdam te zijn gestolen. De tweede auto van de daders was een gehuurde Seat, ook uit Rotterdam. De overvallen vrachtwagenchauffeur dacht te horen dat de daders Turks met elkaar spraken. De politie heeft een aantal vragen. Wie weet wie er op de beelden staan? Wie heeft de grijze BMW gezien tussen maandagavond 26 en dinsdag 27 september 2016 eind van de middag? En wie weet wie er gebruik maakte van de gehuurde SEAT uh, tussen maandagmiddag 26 en dinsdag 27 september 2016 eind van de middag? Wie heeft de derde auto gezien die mogelijk de vrachtwagen geblokt heeft aan de voorzijde? Kunt u antwoord geven op een van deze vragen of heeft u andere informatie over deze zaak? Bel dan met de politie 0900-8844 of meld de misdaad anoniem 0800-7000.